Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hoi, ik ben Kees. En ik ben Floris. En wij geven op donderdagmiddag les bij de Bewustzijnsschool. Het les non-dualiteit in de praktijk. En wat we daarin behandelen is wat non-dualiteit onder andere is. En voornamelijk ook wat het voor jou zou kunnen betekenen in je dagelijks leven. Ja. En om dat te verhelderen, heb jij een aantal vragen voor bereid. Hè? Want we willen natuurlijk een beetje uitleggen van niet alleen wat non-dualiteit is, maar ook wat je oplevert en wat is dan de praktijk daarvan. We maken deze video's ook om te helpen om meer uitleg te kunnen geven, aangezien de lessen vaak een beperkte tijd en setting bieden om voor velen nogal een onbekend onderwerp als non-dualiteit te bespreken. Dus vandaar dat we ook deze video's maken om de gelegenheid te geven om alvast wat in te lezen op of in te horen, in te kijken op het onderwerp. En daarbij ook te zien hoe wij ernaar kijken. En dat je dus in zekere zin voorbereid kan komen na de les van de Bewustzijnsschool. Ja, dus een voorproefje krijgt. Ja. Exact. En als het bevalt en het blijft hangen en je wilt het nog een keer terugkijken, dat dat altijd mogelijk is. Ik heb een paar vragen opgeschreven. Ik wilde beginnen met de vraag, wat is bewustzijn eigenlijk? Ja, bewustzijn. Dat is een goede vraag. Hoe in de context heeft voor de kijker, waar komt de vraag vandaan? Want bewustzijn en dualiteit, misschien hebben mensen die nog niet helemaal aan elkaar gekoppeld. Ja. Nou, we hadden net een gesprek erover en non-dualiteit is een groter begrip en daar vallen verschillende onderwerpen onder. En nou, we hadden het erover gehad, stap 1 in het proces is zelfrealisatie. En dat houdt in dat je realiseert dat je bewustzijn bent. En van daaruit leek mij de vraag interessant, vooral als bewustzijn kennen wij gebruiken we in dagelijks leven. Ik ben me ervan bewust. Ja. Alleen betekent volgens mij, en dat vandaar mijn vraag, bewustzijn in de context van non-dualiteit iets anders dan het bewustzijn zoals we dat kennen en het ook gebruiken. Dus vandaar de vraag. Precies, ja. Wat is bewustzijn? Nou, sowieso is het alleen maar een woord. Hè? Een woord wat we hebben gevonden. Woorden die dekken natuurlijk nooit geheel de lading. Want het woord in onszelf een banaan of thee. Dat woord thee is niet dit glas met een beetje nattigheid erin. Dat is een woord wat we gebruiken. En in dit geval het woord bewustzijn. De functie daarvan is eigenlijk om te duiden op wat is hetgene wat er altijd is. Dus hetgene wat er bijvoorbeeld niet altijd is, is dat je lichaam op een bepaalde manier, zoals ik naar de kapper ga, dan verander ik mijn lichaam. Dus het is er wel, maar het is er op een andere manier. Het is niet hetzelfde gebleven. Bewustzijn blijft ook hetzelfde. En eigenlijk als wij bijvoorbeeld onze omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld we krijgen een nieuwe partner of we kopen een nieuw huis of zo, dan zijn wij eigenlijk nog, dan zijn wij, wie wij zijn, is eigenlijk nog hetzelfde. We hebben alleen een nieuw huis. Als ik plastische chirurgie laat doen, ik verbouw mijn hele hoofd, dan ben ik eigenlijk nog hetzelfde, maar mijn lichaam is anders. Dus ik ben mijn lichaam niet, want als ik mijn lichaam was, dan was ik veranderd op basis van dat mijn lichaam was veranderd. Als ik bijvoorbeeld een bepaalde gedachte heb, een negatieve gedachte of een negatief
gevoel of een negatieve emotie bijvoorbeeld. Ik heb me pijn gedaan. Ik baal daarvan. Ik merk dat dan heb ik misschien de gedachte van klootzak, waarom stoot je nou aan die steen? En je hebt misschien het gevoel van pijn. En misschien ook wel zagrijnigheid of iets dergelijks, een soort emotie. Nou, zowel die emotie als dat lichamelijke gevoel, als misschien die gedachte, is gerelateerd aan dat event. En eigenlijk zijn wij degene die dat waarnemen. En zijn wij dus bewust eigenlijk van al die dingen die, zeggen, gebeuren met ons lichaam, onze gedachtes, onze emoties, onze omstandigheden, ons lichaam, ons gezin, et cetera, et cetera. Het zijn allemaal dingen waar we ons bewust van zijn. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus wij zijn bewustzijn, want wij zijn ons altijd bewust van wat er gebeurt. En dat bewustzijn, dat is stabiel. Dus het is niet dat morgen, als ik wakker word, dat ik me niet bewust ben. Alles wat ik ken, is iets waar ik me bewust van ben. En zolang ik er ben, want het is dus niet ik denk, dus ik ben. Want als ik even niet denk, dan ben ik er nog steeds. Dus er is iets wat, en dat noemen ze, kan je ook, ja, je kan er heel veel namen voor. Je kan het gewaar zijn, je kan het bewust zijn. In het Engels hebben ze het over consciousness of awareness. Veel verschillende termen voor eigenlijk hetzelfde. En dat is het op een bepaalde manier de kwaliteit van het aanschouwen van wat er eigenlijk gebeurt. Op verschillende lagen waar we ons bewust van kunnen zijn. Dat is interessant, want op die manier kijk je, als ik het goed begrijp, mm-hmm. op een hele nieuwe manier, of op een andere manier, naar jezelf en wat er gebeurt. Zowel in de wereld als met jezelf, als op gedachteniveau of emotioneel niveau. En begrijp ik het dan ook goed dat het bewustzijn waar je over praat, want ik merk bij mezelf, als ik praat over bewustzijn, dan ben ik me bewust op een cognitief niveau. Dus omdat ik denk en ik geef daar een bepaalde betekenis of een label aan, dan ben ik vanuit mijn mind ben ik bewust van iets. Of in ieder geval, dat is het construct waar ik nu in geloof, om maar zo te zeggen. Ja, oké. Dus er eigenlijk vertel je van, je bent als bewustzijn bewust van iets. En daar heb je vervolgens een label op getakt. Net zoals dat wij bijvoorbeeld hebben het over thee. Mm-hmm. Dat heeft niks te maken met deze beker, met dat nattigheid erin. Dat is te maken met een gedachte. De gedachte is thee. Maar wat daarin zit, dat heeft eigenlijk niks met het woord thee te maken. Dat hebben wij met elkaar geïdentificeerd. Ja, dat is hetzelfde geworden. Zo bedacht. Kinderen zijn geïnteresseerd bijvoorbeeld in de natuur. En dan zeggen wij gewoon, dat is een boom. Dus, en daarmee halen we alles wat we niet weten, van hoe die boom werkt, hoe de hele simpel, die slaan we weg. We zijn dagelijks ook niet bezig, dat is natuurlijk heel geruststellend, want als we overal over bezig moeten zijn, is dat best wel veel gedoe. We zijn niet dagelijks bezig, wat is thee nou? Hoe kan het dat die gember dat afgeeft, dat water verandert? En wat is dat dan in gember? En waarom is die smaak zo en niet zo? Ja, geen flauw idee. Heel veel dingen die we natuurlijk niet weten. Maar het is heel makkelijk. En vooral inderdaad onze gedachten, onze mind, vindt het heel lekker om een labeltje te plakken. En zegt, dit is gewoon thee. Nou, klaar. De discussie is afgelopen. Maar heeft dit iets met thee te maken? Nee, dat is een label wat we hebben gebruikt om met elkaar te kunnen praten. En snel begrip te hebben. Met precies, want jij weet wat thee is, ik weet wat thee is. We hebben gewoon aangeleerd, inderdaad cognitief, dit is thee. Het is eigenlijk zo'n soort, zoals we Frans woordjes stampten in de middelbare school, ze hebben ook Nederlandse woordjes gestampt. Nou, dan zie je, je ziet die aap nood mies. En zie je een plaatje van een aap, staat er aap bij. Nou, dan weten wij, dat is een aap. Ja. En dan is het dus ook, dan hoeven we niet meer ons zorgen te maken over wat is een aap, hoezo is die zo behaard, hoe werkt een aap. Nee. Dus gewoon daar is aap. Punt. Lekker makkelijk. Zeker makkelijk. Kijk, want ik zit zelf nog in dat proces. En wat je dus mij meegeeft eigenlijk door dit antwoord te geven, is dat ik denk dat ik ergens bewust van ben.
Maar daarachter zit dus mijn bewustzijn, waarvan ik bewust ben van mijn gedachten. Ja, precies. Dus misschien moeten we het woord aanschouwen voor bewustzijn van iets gebruiken. Oké. Okay, ja. Dus bewustzijn aanschouwt, ja, een object, en daar hoort vaak ook een bepaalde gedachte bij of een bepaald label. Okay. Ja. En dat is voor mij in het proces wat ik doorga, ja, is dat soms een lastige gedachte, omdat ik al die jaren al die constructen heb bedacht waarop het zo fijn is om alleen maar te hoeven zeggen dat is thee, en dan heb ik er geen last meer van. Ja. En dat is ook gelijk mijn volgende vraag. Mm-hmm. Waarom zou ik dit allemaal willen weten? Waarom wil ik ervaren of voelen of, ja, of weten dat er bewustzijn is waarmee ik mijn gedachten, emoties, gevoelens, energie kan ervaren? Ja. Er zijn best wel veel mensen die zich op een bepaalde manier vastvoelen in hun leven. En eigenlijk niet blij zijn met het leven wat ze ervaren. Voor een deel komt dat omdat wij opgevoed zijn. We zijn ons lichaam en we zijn onze gedachten. Dus onze acties van ons lichaam en wat er uit die mond komt, gerelateerd van ons lichaam, wat zich voordoet uit de gedachten die ik heb. Daar is ook een idee dat er controle is en maakbaarheid. Dat zegt eigenlijk dat als jij niet goed doet binnen de maatschappij, dat het jouw schuld is. Jij had jezelf beter moeten gedragen, je had harder moeten leren, je had beter je best moeten doen. Het feit dat jij een partner hebt waar je niet blij mee bent of geen partner hebt, dat ligt aan jou. Dat is jouw verantwoordelijkheid en daar moet jij wat aan doen. Dat zorgt dat daar zitten een aantal assumpties in. Eén assumptie is, ik ben verantwoordelijk voor alles wat me gebeurt. Je kan erover discussiëren, maar je ouders hebben waarschijnlijk gedacht dat het handig was dat je geboren werd. Ja. In dat construct, hè, als je zegt, ik ben mijn lichaam en mijn gedachten. Je hebt een bepaald uiterlijk gekregen. Daar heb je meestal niet voor gekozen, zeg maar. Je kan wel kiezen misschien of je iets gespierder bent of iets slanker bent. Maar ook dat heb je soms niet in de hand. Dus er zijn heel veel dingen die je eigenlijk niet in de hand hebt, maar waar je wel verantwoordelijk voor gehouden wordt. Dat kan enorme frustratie opleveren. En eigenlijk door te realiseren dat je niet die gedachten die je eigenlijk niet goed onder controle hebt, of niet dat uiterlijk bent, of dat gedrag wat je eigenlijk ook niet goed onder controle hebt, of misschien natuurlijke neiging hebt waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent of anderen niet blij mee zijn, kan je op een bepaalde manier harmoniseren met en tot rust komen en je op een bepaalde manier meer accepteren wat je hebt gekregen. En juist door te realiseren dat je dat niet bent. Want als ik mijn omstandigheden ben, als ik bijvoorbeeld in een oorlog zit en ik kan daar niks aan doen. Want ja, wat kan je doen aan een oorlog? Ja, je kan natuurlijk, je kan demonstreren, je kan gaan vechten, of je kan de deur dicht doen en in de kelder gaan zitten. Maar heel veel meer opties zijn er waarschijnlijk niet, gerelateerd aan die oorlog. Zo is op een bepaalde manier ook. Er zijn ook stukken van uiterlijk gedrag, psychologie, et cetera. Ik denk, misschien wel een extreem voorbeeld, maar ik denk dat een pedofiel niet ervoor kiest om een pedofiel te zijn. Okay. En als jij een pedofiel bent, zeg maar, dan is het knap lastig als je jezelf elke keer verantwoordelijk maakt voor, ik ben dit. Kijk, je kan wel rekening houden met dat het feit dat je een pedofiel bent. Maar, en dat wordt ook verwacht van de maatschappij terecht. Maar jij hebt het niet voor gekozen waarschijnlijk. Want hoe is dan in zo'n geval, zoals jij dan zegt, die man een pedo geworden? Ja, dat weet ik niet. Maar, dat is waarschijnlijk zo ontstaan. Ja. Waarschijnlijk heeft die man niet op een moment gedacht van,
dat lijkt me nou leuk om kinderen te vallen. Ja, dat is net zoals dat we zeggen van, oh, dat lijkt me nou leuk. Ik heb een slechte dag op werk gehad, ga ik naar huis, dan ga ik even stevig ruzie maken met mijn vriendin of mijn vrouw. Ja. Dat willen mensen helemaal niet. Die willen jij helemaal niet ruzie maken met die vrouw, die willen helemaal niet lelijk doen tegen hun kinderen of zo. Maar dat overkomt je eigenlijk. En dan zeggen ze wel van, jeetje, wat ben jij een klootzak. Dus dan is het ook weer terug. Dan is weer de verantwoordelijkheid op jou. Ja, als je beter moet gedragen. En dat is best wel... dat is heel... Zo kunnen we onszelf, want het meeste van het gedrag wat we natuurlijk vertonen is... niet strafbaar, normaal gedrag. Maar we kunnen onszelf helemaal kapot maken. Mentaal, fysiek. Zo uithongeren of het idee hebben dat we allerlei dingen moeten doen van onszelf elke dag. We hebben het wel eens over microleed. Nou, dat zijn dan kleine dingetjes die zich opstapelen. Waardoor je eigenlijk gewoon niet vrij bent. En de hele dag bezig bent met optimaliseren. We hebben daar allebei flinke tijd voor genomen om onszelf flink kapot te maken. Voordat we ons wat meer realiseerden van kan ik nu misschien iets minder afvragen wie moet ik zijn, maar iets meer afvragen wie ben ik eigenlijk. Mm-hmm. Ik vind het idee interessant, ik bedoel, daar hebben we het ook wel eens over gehad, dat de vragen die ik had over wie ik nou eigenlijk ben, dat ik binnen de kaders van mijn mind en wat mijn mind aankon, dat ik daar geen antwoorden kon vinden, omdat ze voor mijn gevoel altijd tekortschoten. Omdat ik het gevoel had dat het iets groters was wat mij dat antwoord kon geven. En op het moment dat jij mij uitlegt wat bewustzijn is en wat het voor mij kan betekenen, dus dat ik mezelf vrijheid kan geven van mijn mind, onder andere, ja. Voelt dat ontzettend aantrekkelijk en verleidelijk. Ja. En tegelijkertijd merk ik meteen dat mijn mind zegt, ja, maar pas op. Want als jij straks niet meer weet wie je bent, want nu weet je dat wel, mm-hmm. nu weet je dat, ja. Waar ga je straks inspringen? Precies. En wat is er dan nog over? Ja, dat is natuurlijk hetgene wat ons... Er zijn twee dingen. Meestal is controle hetgene wat zorgt dat we toch die illusie van controle en de angst voor geen controle zorgt dat we blijven in die mind. Mind, even voor de duidelijkheid, omschrijven we hier dan als eigenlijk gedachten en gedachteconstructen die we hebben over onszelf, de wereld en alles wat we zien. En die patronen die houden we heel graag levend, want die zorgen voor helderheid. Dat zijn een soort shortcuts, zo moet je dat zien, om je leven gemakkelijk te leven. Maar het zijn ook shortcuts naar dingen waar we eigenlijk helemaal geen shortcuts naar willen aanleggen. Nee. Zoals vervelende gevoelens, depressie, trots, arrogantie, et cetera. Een soort leed voor jezelf en anderen, daar zijn ook shortcuts naar gecreëerd. Ik denk dat het andere is, dat als je eenmaal meer onboord bent met... Oké, ik ben bewustzijn, dat je mind denkt, oh, wacht even. Maar misschien kunnen we dit gebruiken om ons nou eindelijk goed te voelen. Misschien is dit, zeg maar, hetgene wat ons gaat helpen om eindelijk die verlangens die we hebben te realiseren. Dus dan gaat het eigenlijk weer een andere richting op. Dus eerst is er verzet vanuit de mind, van oh, je gaat al die constructen achterlaten. En als jij helemaal zegt, ja, ik ga ze achterlaten, dan zegt je mind, oh ja, nee, dat is inderdaad wel veel beter, want nu ben je een superieur mens, omdat jij weet wie je bent. Weet je? Jij weet, want ik ben bewust. Precies. Dus dat wordt dan een nieuwe zelfdefinitie. En dan kan je natuurlijk ook neerkijken op al die andere mensen die niet weten dat ze bewust zijn. Ja. Super verlichte vloggers. Ja. Ja, dan heeft de mind weer een nieuw construct gebouwd waaraan ik ondergeschikt ben. Ja, precies, ja.